Bij een ongeluk in de buurt van Wijngaarden is vanmorgen vroeg een automobilist om het leven gekomen. Een paar kilometer buiten het dorp reed de auto tegen een boom. Vervolgens schoot hij weer de weg op en botste tegen een tegemoetkomende auto. De man raakte bekneld in zijn auto en overleed ter plaatse. De bestuurder van de andere auto is met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. In Londen start vandaag het proces tegen de 54-jarige Engelsman die wordt verdacht van de moord op een vrouw in Rotterdam in 1990. De Amerikaanse Melissa Halstead werd doodgevonden in de Westersingel. Het hele proces duurt naar verwachting tussen de 4 en 6 weken. Tijdens het verkiezingsdebat van afgelopen avond bij de Erasmus Universiteit sloeg de vlam behoorlijk in de pan tussen de coalitie- en oppositiepartijen. Partij van de Arbeid, SP en D66 waren erg kritisch over de bezuinigingen van het kabinet. Dat is sociaal. Of je voor en na verkiezingen eerlijk bent. En dat zijn de heren aan de overkant helaas niet. PVV-lijsttrekker in de Eerste Kamer, Machiel de Graaf, stond als enige nieuwkomer in de landelijke politiek tussen ervaren kopstukken. Toch bleef hij volgens kennis goed overeind. 18 miljard euro, het is niet niks, moet er bezuinigd worden omdat uw voorganger, de heer Bos, er een financieel rommeltje van heeft gemaakt. En we gaan het opruimen. Bij het debat, dat is georganiseerd door Eén Vandaag, werd vooral gedebatteerd over landelijke kwesties. Regionale zaken kwamen weinig tot helemaal niet aan bod. Twee mensen zijn afgelopen avond gewond geraakt bij een aanvaring op het kruispunt van de Lek, de Noord en de Nieuwe Maas. Rond 7 uur botsten daar twee schepen op elkaar. Een van de gewonden kon ter plaatse worden behandeld, de andere is met een hoofdwond en nekletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De dag begint vandaag bewolkt, maar in de loop van de dag maken we ook kans dat de zon zo af en toe even tevoorschijn komt. Het blijft overal droog, temperaturen vanmiddag 6 of 7 graden.